Vanavond zijn we te gast bij meneer Toon Bel. Dag meneer Toon. Goedenavond. Moet ik Toon zeggen? Meneer ja, Bel? Natuurlijk. Nee, gewoon Toon. Toon. En wij hebben via te horen gekregen dat u een heel bijzondere collectie had. Ja. Een verzameling. Kun je er iets meer van vertellen? Ja, natuurlijk. Ik ben in 1982 bij de Houtse Kluppels, ben ik lid geworden van de Kamerholtsvereniging. En sinds het begin dat ik erbij ben, ben ik eigenlijk altijd gefascineerd door de scabeliers, zoals ze officieel heten, oftewel de onderscheidingen. En sinds 1982 ben ik aan het verzamelen geslagen en ik dacht dat ik momenteel toch wel best een mooie collectie bij elkaar had gezameld. Nou zien we hier één bord staan, ja. Met een ja, toch wel hele mooie onderscheidingen. Scabeliers. Ja. Is dat Helmonds? Nee, zo heet ze officieel. Officieel, ja. Scabeliers. Ja. Scabeliers hier. Scabeliers, ja. SC. Ja, Scabeliers. Want dit is dan zeg maar vanaf de beginperiode, ja. 63. Toen was er nog geen geld om metalen onderscheidingen te maken. En dat werd gewoon door de heren zelf, Frits Slegers en Henk van der Westlo, werden dan stukjes vilt, werden een beetje ingeknipt, twee stukjes spaak erop. En dat was de eerste onderscheiding van Mierlout. Wat is heel eigen werk nog? Ja, ook nog. En maar het zijn wel officiële onderscheidingen? Ja, dit zijn voor het Houtse Kluppels tenminste wel. En nou, dit bord zien we. Ik heb net gezien dat je nog veel meer hebt. Hoeveel hebben we nou eigenlijk in totaal aan onderscheidingen? Nou, alleen van de Kluppels of andere verenigingen ook erbij? Ik wil echt weten wat het. Wat van de Kluppels, wat totaal? Ja, wat zal het zijn? 150. 150? 125 tot 150, denk ik wel. Maar die heb je niet allemaal zelf verdiend? Nee. Ik zeg, ik doe voor zelf verzamelen. Ik zoek ze. Ja. Oudleden die er zijn, die doen meestal na een jaar of meteen eigenlijk al niks meer met de onderscheidingen. Dus die nemen er afstand van. En dan heb ik zoiets van, ik ga vragen of ik er of ik ze mag hebben van mijn eigenste collectie. Nou is een lintje en zo, die onderscheidingen allemaal, heel erg officieel. Ja. Dus doen de mensen er dan toch makkelijk afstand van? Dan ja, maar dat verschilt. Je hebt sommige mensen die hebben zoiets van, ik ben gestopt met de vereniging, ik stop met carnaval. Dus dat spul, dat heeft voor mij verder helemaal geen belang meer. Die doen het meteen weg. Bij overlijden is het soms wat moeilijker. Dan liggen ze vaak bijvoorbeeld een jaar boven de zolder, ja. Dan zit er de emotionele waarde nog aan. Maar op een gegeven moment dan wordt het toch geruimd en dan zijn ze de mensen bereid om het af te staan. Maar van die hele grote belangrijke, zoals noemde ze iets, de narrenkap of zo, daar zal er niet aan kunnen komen, wel? Nee, dat zijn echt van die speciale onderscheidingen. Ik moet trouwens zeggen, van de keien bij het stok heel moeilijk hoor, om aan die onderscheidingen te komen. Hechten die er nog meer aan? Ja, veel meer als bijvoorbeeld aan de Houtse Kluppels, zeg maar. Ja. Ik weet ook niet of ze nou dat komt doordat er dan minder geproduceerd worden. Maar de emotionele waarde lijkt me voor de keienbijters, de onderscheiding, die lijkt me groter als bij andere carnavalsverenigingen. Heb je nog meer carnavalsverenigingen in het assortiment? Ik heb Houtse Kluppels dan als hoofdmoot. Ja? Daarna heb ik de Bromsnor heb ik erbij, dus de politie. Ja? Verder heb ik nog mijn grootste passie eigenlijk van de laatste jaren, de keienbijters. De keienbijters. Ja. En je wilt eigenlijk uw verzameling nog wel uitbreiden? Als dat zou kunnen, heel graag. Maar ik zeg, het wordt steeds moeilijker. Ja? Ja. Nou, misschien is het een idee om, als je ze zo aan ons laat zien, om eens een oproep te doen. Of dat mensen misschien nog wat aan deze bijzondere collectie willen toevoegen. Nou, iedereen die er in ieder geval bereid toe is om ze eventueel af te staan, omdat ze er zelf geen interesse meer aan hebben, of ze zien dat ik er wel degelijk waardering voor heb, bij mij zijn ze van harte welkom. Ik hou me aanbevolen. Ja, ja. Dat kan altijd via Dit is Ons Wijk. Dan houden wij contact en dan krijg je het wel te horen als er iets gevonden wordt. Oké. Okay. Zijn deze exemplaren die je nou verzameld hebt ook nog ooit ergens te zien? Eigenlijk alleen bij als we van de Kluppels uit jubilea hebben. Dus 11, 22, 44, 55 hebben we laatst gehad. Dan leggen we ons heel arsenaal van onderscheidingen leggen we er neer.
En ook alle jaarmappen die ik zelf dan bijhoud, omdat ik archivaris ben van de Kluppels, mm-hmm. die worden dan allemaal uitgestald. Mm-hmm. En dan is het vooral voor de oudere leden toch weer een teken van herkenning van, kijk, kennen die je nog? Hé, hey, dorden die je. Dat is mooi. Ja. Dat is echt een passie. Ja. Ja. En die passie, als iemand van het, een museum zegt, zouden een tentoonstelling willen doen? Zouden er interesse in hebben? Kunnen we altijd ja, over nadenken? Ja, misschien wel. Oh. Als ze mij kunnen garanderen dat de onderscheidingen echt afgeschermd liggen. Dus niet dat er de grapjas komt die erbij aan de haal gaat van, hé, hey, dat is een mooie, ja, voor nee. thuis. Nee, dat kan echt niet. Nee. Nee. Maar anders zou ik het best willen laten zien aan de mensen. Nou, Doe, hoe meer mensen ervan kunnen genieten, heb ik er zelf ook meer plezier van. Toon, ik ja. zie dat ze bij jou een prachtig plaatsje hebben. Niet alleen op die prachtige borden die je gemaakt hebt, maar ook in Waard. Ja, zeer zeker. En dus als er nog mensen zijn die onderscheidingen hebben en die ze niet weten waar ze die een mooi plaatsje moeten geven, kunnen ze bij jou terecht. Ja, zeer zeker. Ik hoop dat je nog heel veel aanwas krijgt en dat we dan nog een keer mag komen kijken. Oh, heel graag. Ja? Ik wil, En toen kwam het moment dat wij erachter kwamen dat Toon niet alleen kabeliers verzamelde, maar ook artikelen van een bekend biermerk, ook wel genoemd Bavaria. Kijk, en dit is eigenlijk mijn nieuwste verzameling waar ik momenteel mee bezig ben. Niet met carnaval, maar ja, deels misschien toch ja. wel. Mijn verzameling van Bavaria spullen. Maar Toon, je bent een echte liefhebber. Echt wel, hè? En wie stoft daar gelijk? Dat mag Toontje zelf doen. De vriendin die heeft al gezegd van, nee, daar kom ik echt niet aan. En het is alles van Bavaria? Ja. Weet de familie Swinkels zeggen dat allemaal paard? Nee, die weet het niet. Maar ik moet ook zeggen, ik ben een kleintje. Want ik heb kennis gemaakt met andere verzamelaars ook. Maar nou, bijvoorbeeld in Asten zit er eentje, dat is uniek. Wat die goede man heeft. Zie je nog meer als die allemaal? Die heeft zoiets. En dan hier die bakken. En dan alles neon. Dat is gewoon te gek om te zien. Daar werd ik meteen verliefd op. Maar ja, ik zeg, je moet één keer ergens beginnen. Dus, nou, ja, ik, En volgens mij zag ik ook op die andere kamer nog vanaf. Ja, daar staat ook nog een kast. Kunnen we daar ook nog kijken. Hoe lang ben je met deze verzameling nog bezig? Denk een klein jaartje. We hebben goed gespaard. Ja, ja, ik heb zoiets als ik ergens aan het begin, dan wil ik ook meteen goed voor gaan. Ja. Dus maar, dat komt automatisch met de carnavalsvereniging eigenlijk erbij. Ja, maar, ja. Ja, ik zag op gewoon op verzamelbeurs die variëteit van allemaal die er is van Bavaria spullen, Heineken. Ook al zoiets, maar ja, we zijn het zuiden, hè? Ja, dus ja. Bavaria. En toen had ik toch zoiets van, ja, daar wil ik toch wel eens een beetje meer aandacht aan gaan besteden. En wanneer gaat de groter wonen? Huisvesten? Ja, mijn vriendin die zei al van de slaapkamer, er komt niks in. En in de huiskamer komt niks in. Oh ja. Maar we hebben er nog een zolder, dus we kunnen nog vooruit. En hier kan nog een ding boven. Ja, en die wand die wil ik dadelijk met die emaille plaatjes allemaal volgen hangen. Ja. Of misschien dat er nog nieuwe lichtreclame bij komt. Ja, en zo zijn lege blikken gespaard van. Oh, wat mooi is, hè? Ja. Is met dat LED. Allemaal echt door Bavaria zelf uitgegeven? Nee, of dit niet. Dit heb ik laten maken. Oh. Dan zag ik laatst op internet dat er iemand was van, die had van Heineken en zo, had die Jan van die bordjes. Ja. Alleen Bavaria stond niet bij, ik zeg. Dus het is wel zo uniek, dus als Bavaria zo'n Bavaria bord niet heeft. Ja, dat is wel eens weer anders, hè. Ja, die is mooi. Ja, en dit is eigenlijk meer het glaswerk dan en de kanonsonderscheiding zoals ze door Bavaria uit zijn gegeven. En Tatjana natuurlijk. Oh ja, ja.
Mocht jij artikelen hebben zoals de Scabeliers van de Houtse Kluppels of van de Keienbijters, of misschien leuke hebben dingetjes van het biermerk Bavaria, maak daar een foto van en stuur deze in naar redactie@helmond.ditisonzewijk.nl en dan zorgen wij ervoor dat deze persoonlijk terechtkomen bij Toon, zodat hij met u contact kan opnemen. Bedankt voor het kijken naar deze video en graag tot ziens. Houdoe!